Jasper, in febru februari heb jij de lantaarn aangekocht. We zijn nu ruim een half jaar verder. Ben je tevreden over de afgelopen tijd? Ja, nee, absoluut. Vanaf februari uh, ging het eigenlijk meteen weer uh, vol gas. Dus uh, ja, mensen komen en veel feestjes. En, uh, het gaat hartstikke mooi. Nou, fantastisch. De lantaarn wordt drastisch verbouwd, de keuken is praktisch gereed. Wat is daar allemaal gebeurd? Ja, wat is daar nou niet gebeurd? De keuken was eigenlijk, we noemden het al een keuken, maar eigenlijk was het geen, geen keuken meer. Uh, het was nogal oud en uh, het meeste lag los, maar we hebben eigenlijk alles vervangen, van tegels tot aan plafond, tot aan alle keukenapparatuur in principe. Dus het is echt een haren nieuwe keuken. En welke verbouwingen staan er nog meer op het programma? Ja, we willen kijken wat we nog kunnen met het verduurzamen van het pand. Uh, de kou trekt er redelijk snel in. Uh, als het warm is, uh, het kunnen we moeilijk koud krijgen. En nu andersom. Nu is het koud en is het uh, warm krijgen nogal lastig. En met de huidige prijzen uh, ja, is dat best wel een beetje een dilemma. Dus we gaan kijken wat we daaraan kunnen veranderen. Uh, daarnaast uh, gaan we het, uh, ja, het emballagehok, zoals we dat noemen, gaan we ook nog aanpakken. Uh, maar daar valt ook veel te verduurzamen. Eigenlijk heel veel verduurzaming van het pand. Maar de zaal moet wel het, uh, de uitstraling hebben van een rock and roll. Ja, nee, absoluut. We vinden onszelf behoorlijk rock'n'roll uh, en dat moet het ook wel blijven. Ik bedoel, als je de lantaarn binnenkomt en, en er is een goede avond geweest, dan moet je eigenlijk nog ruiken dat er de avond ervoor een biertje getapt is. Ja, dan is. heb je een goede avond. En dan moet het wel, uh, moet het wel blijven houden. Een beetje een, een, een ruige, vuige uitstraling. Dat uh, daar willen we eigenlijk niet vanaf. En de, de lantaarn moet het culturele hart van Hallendoorn worden. Hoe denk je dat te bereiken? Hoe denk ik dat te bereiken? Nou ja, het culturele hart. Ik hoop eigenlijk uh, uh, dat het een plek wordt waar echt van jong en oud uh, een plek, uh, plek kan vinden. Daarnaast zijn we ook bezig met een soort van uh, talentontwikkelingsproject. En uh, ja, om zo ook meer de culturele kant op te gaan. En voor de lantaarn wordt een terras gebouwd, in de toekomst dus. Ja. En krijgt de lantaarn ook een beetje het karakter van een restaurant? Uh, nou ja, eigenlijk willen we geen restaurant worden. Uh, we hebben de keuken echt aangepakt om uh, met de privépartijen die we hebben. Die komen, dus bruiloften, privéfeesten, dat soort dingen. Dat we zelf buffetten kunnen maken. Dat we zelf uh, fatsoenlijke hapjes kunnen maken. En dat ook op een fatsoenlijke manier kunnen bereiden. Uh, maar we hebben niet de ambitie om echt een restaurant te worden. Absoluut niet zelfs. Oké. Okay. Dus de lantaarn wordt echt voor jong en oud. Voor, ja. ieder, voor elk wat wil. Daar gaan we wel voor, ja. Absoluut. Nou Jasper, ik wens je heel veel succes en hopelijk komt er veel geld in het laadje, zodat je al je plannen uit kunt voeren. Ja, daar gaan we wel voor. Dankjewel.